En dit is hem dan, de 80-jarige Jacques Vermeer uit Leeuwarden. Hij is blij verrast dat Anneke hem zoekt, want hij was wel onder de indruk van haar. Ja, ja, ja. Ik vond het een charmante dame. Ik vond het een leuke dame, ja. Omdat Jacques een paar weken later de Nijmeegse Vierdaagse zou lopen, had Anneke gezegd om naar hem te gaan zwaaien. Jacques had daar even niet meer over nagedacht. Totdat ik daar in Nijmegen binnenliep, ik denk, dan moet ik toch wel een beetje rondkijken of ik wat zie. Maar ik zag niks, maar het was daar ook zo druk. Ze hebben elkaar met de Vierdaagse niet gezien, maar daar komt nu verandering in. Radiopresentator Arjen Overmaat had dinsdagochtend een mooie verrassing. Want, Anneke. Is dat mijn hartslag? Dat is uw hartslag, denk ik. Maar het is misschien ook wel de hartslag van Jacques Vermeer. Want wie, echt, heb, ik, ja, want wie heb ik aan de telefoon? Jacques, bent u daar? Ja, hier ben ik. Is dit de Jacques? Nee, het is gewoon Jacques. Ja, maar de Jacques. De Jacques. De Jacques. Van het verhaal van Anneke? Ja, dat klopt precies. Je hebt het keurig overgebracht. Via de radio praten de twee verder met elkaar over de zoektocht en dan komt vanzelf de grote vraag. Maar zouden jullie het leuk vinden om nog een keer af te spreken misschien? Ja, heel leuk zelfs. Ja, ik vond het heel spannend, ik vond het heel leuk, want ik vond het ook een leuk gesprek. Anneke? Ja, nou, ik ben ervoor in. Nou, ja? Fantastisch. En ik... Ja, zeker. En ik ben zo blij dat jullie elkaar nu gevonden hebben dan. Ja, dat is zeker leuk. Ja, een date dus, maar... Eerst nog even gezellig met z'n tweeën bijpraten.